Martin R., een van de grootste criminelen van Brabant. De politie heeft meerdere kopstukken van de Brabantse onderwereld opgepakt. De rechtszaak tegen Martin R. en zijn familie. De godfather van de Brabantse onderwereld. De komende tijd zul je zijn naam veel horen. Want het proces tegen de godfather van Os en zijn familie gaat nu van start. Operatie Alpha is een van de grootste ooit in Brabant. Maar hoe zat het ook alweer? Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Justitie maakt al jaren jacht op Martin R. Zijn naam wordt gekoppeld aan meerdere aanslagen, liquidaties en de drugswereld. Zo wordt hij bijvoorbeeld in verband gebracht met de moorden op Peter Nette en zijn neef. Ook zou Martin R. opdracht hebben gegeven voor de moord op de Osse drugscrimineel Hans van Genen en de mislukte moord op Hans' vriendin Bianca. Het Openbaar Ministerie kreeg hem slechts één keer voor de rechter, maar hij werd in hoger beroep vrijgesproken. En dan is het woensdagochtend 13 november 2019. De politie heeft meerdere kopstukken van de Brabantse onderwereld opgepakt. De actie op een woonwagenkamp in Os is al sinds vanmorgen bezig en gaat nog dagen duren. De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en Defensie kammen het woonwagenkamp van Os uit. Martin R. wordt samen met zijn broer en zoon opgepakt. Wij verdenken ze van grootschalige drugshandel, waarbij geweld en intimidatie zeker niet werd geschuwd, van vuurwapenbezit en daarbij het lidmaatschap van een criminele organisatie. De dagen daarna volgen nog meer invallen in onder meer Ooijen en Bergen. We hebben gezien dat de politie de inboedel van deze woning heeft meegenomen. Zo hebben ze een bankstel, stoelen, tafels ingeladen in een vrachtwagen. Ook een kamp in Lid wordt uitgekampt. De oogst van al die acties is niet mis. Een compleet wapenarsenaal vond de politie. Zware wapens als kalasjnikovs, mitrailleurs en vuurwapens. Een deel lag verborgen in de ondergrondse ruimtes. In een bos in de buurt van een van de kampen. Maar ook honderdduizenden ecstasypillen kwamen tevoorschijn. En verschillende handgranaten werden gevonden. Een belangrijk lid van de familie, Toon R., blijft lang onder de radar. Maar wordt uiteindelijk in mei 2020 opgepakt op een vakantiepark in Ede. In het huisje werd van alles gevonden. Een doorgeladen pistool, amfetamine, ecstasy, crystal meth. En op de oprit stond een busje met daarin 30 vaten met grondstoffen om drugs te maken. De 15 verdachten komen allemaal voor de rechter. Martin R. zou de spin in het web zijn van witwaspraktijken, aanslagen en liquidaties. Dat deze familie nu voor de rechter staat, komt omdat het Openbaar Ministerie ze jarenlang in de gaten hield. Zoals bij het woonwagenkamp van de familie in Os. Daar hebben ze een machinegeweer uitgeprobeerd, met oud en nieuw. Terwijl iedereen vuurwerk aan het afsteken was, schoten ze met die M16, een zwaar Amerikaans oorlogswapen, in de lucht. Het is niemand opgevallen. Maar de politie wel, die had het in de gaten met de verborgen videocamera's en de geluidsapparatuur die daar in het bosgebied zat. Het proces tegen Martin R. en zijn familie gaat de komende weken plaatsvinden. En wil je helemaal op de hoogte blijven, klik dan rechtsbovenin op Volg de zaak.